Sunset Overdrive. De nieuwe game van Insomniac Games. Mm-hmm. En die gaat binnenkort uitkomen alleen op de Xbox One. Ja, dat is helemaal correct, ja. Martin. En laat jij nou net in Londen geweest zijn... Mm-hmm. om die game een paar uurtjes te kunnen spelen. Dat is helemaal correct weer. Ja. Waar haal je die info vandaan, jongen? Ja, ik weet dingen, jongen. Soort van Sinterklaas heb ik een groot boek... en dan lees ik af en toe doorheen... en dan zeg ik, Thijs heeft Sunset Overdrive gespeeld. Beter gaat hij hier zitten. Beter gaat hij er wat over vertellen. Mm-hmm. Nou, dan ga je. Oké, okay, nou ja, Sunset Overdrive is een game op de Xbox One. Klopt. Zover was ik. Dat had jij net ook al gezegd. Ja. Okay. Het is een game waarin je een stad, een grote open wereld hebt. Een cartooneske stad. Een cartooneske stad, dat zou je kunnen zeggen. En die stad is, dus de Funpacalypse heeft plaatsgevonden. Zoals het in de game zelf wordt omschreven. Ja. Okay. Dus het is de apocalypse, maar dan gewoon heel leuk. Zeg maar zonder alle ellende en The Road en de Last of Us-achtige shit. Yeah. Maar gewoon, het is gezellig. Wij overleven en we gaan er iets moois van maken. We gaan er een feestje van maken. Ja, dat is een beetje het idee achter Sunset Overdrive. Maar wat moet je doen in de game? Ik heb gameplay beelden gezien. Ik heb gameplay demo's. Ik heb ook zelf ook een gameplay demo gehad. En ik zag een gast, al dan niet een co-op, glijdend door een wereld. Mm-hmm. Grindend à la Jet Set Radio Future Overdrive. Hoe heet het die shit? Yeah. Vroeger. Schietend, vechtend tegen monsters en andere gespuis. Ja, die stad is zeg maar ten prooi gevallen aan een nieuw energiedrankje, waardoor mensen gemuteerd zijn. Ja. En die OD, zoals ze genoemd worden, ja, die zijn heel gevaarlijk. Dus gewoon over straat lopen is er niet bij. Je moet klimmen, slingeren, springen. En het is allemaal heel bizar, want je kan gewoon op autodaken werken als een trampoline. Dus als je op een autodak springt, dan vlieg je meteen omhoog. Ja. Over elektriciteitskabels kan je glijden. Op een gegeven moment kan je ook air dashes doen, dat je gewoon een stuk door de lucht heen vliegt. Zijn ventilatoren. Dat is ook een moeilijk woord, ja. Waarop je kan, waardoor je in de lucht wordt geschoten. Het is allemaal lekker over de top en je kan alles slingeren en doen. Dus het is echt een hele wacky game. Echt van een Insomniac. Echt een Insomniac game. En hoor je natuurlijk ook van die wapens bij. Ja, gekke wapens. Want als je naar Insomniac games kijkt, is altijd gekke wapens. Wat hebben ze? Resistance hebben ze gemaakt. Gekke wapens. Ze Ratchet & Clank. Gekke wapens. En nu? Gekke wapens. Gekke wapens, ja. Je hebt een machinegeweer die LP-platen afschiet. Natuurlijk, ja. Ja. Teddybeer met dynamiet erin. Natuurlijk, ja. Dat niveau, weet je wel. Gewoon allemaal dat soort wacky dingen. En het coole is ook gewoon... De wapens zijn wacky, maar je kan vanaf het begin ook je hele personage zelf maken. Ja. En normaal is het zo van... Ik vind het altijd heel leuk om hele lelijke mannetjes te maken. Gewoon mensen die niet thuis horen in die wereld. Als ik Skyrim speel, dan wil ik echt een meest lelijke motherfucker. Ja. Rond hebben lopen. Maar in Sunset Overdrive is het gewoon van... Ja, het is een soort rare verkleedpartij. Dus als je gewoon in je onderbroek wil rondlopen... Kan dat. Dan is dat niet raar. Dan mag dat gewoon. Oké. Okay. Ja. Dus je viel niet buiten de boot? Nee, ik had een afro en een snor. En het was gewoon helemaal oké. Niemand die zei van... Dit kan niet. Hoeveel heb je van die wereld gezien? Want is het een open wereld? Is het lineair? Ja, het is een open wereld. Waar ik het een beetje mee zou kunnen vergelijken is een beetje Infamous-achtig. Weet je wel? Alleen dan op de Xbox is ook gewoon een beetje superheldenkrachten en allemaal vage dingen die je nooit in het echt zou kunnen doen. En veel klimmen en klauteren en dat soort dingen. Het werkt dan een beetje anders. Het is echt een heel erg combo-achtig systeem waarmee je door die stad heen gaat. Dus als je bijvoorbeeld op een auto springt, dan aan een kabel hangt en ondertussen allemaal mutanten neerknalt. Ja. Dan verdien je meer punten, dan krijg je meer bonus shit. Kan je meer speciale vaardigheden gebruiken, dat soort dingen. En die missies die dan in die wereld zijn, dat zijn gewoon echt van overal missies. Van, ga daar naartoe, fix dit probleem. Mm-hmm. En allemaal korte missies van mensen die je hulp nodig hebben. Oké, maar is het verhaal interessant of heb je daar nog weinig van mee gekregen? Ja, die hele game is zo erg zelfbewust. En van, snap je wat ik doe? Ja. Ja, ik doe een knipoog van... Maar is het, wij zijn heel erg zelfbewust. We weten wel wat we aan doen. Maar is het à la Deadpool dat ze ook echt tegen de spelers praten? Of? Ja, nou, bijna wel. Het is ook gewoon, als je doodgaat, dan kom je steeds in een van de rare respawn animatie terug. Mm-hmm. Ik ging een keer dood en kwam die gast uit een dinosaurusei gesprongen. Of dan werd hij van klei geboetseerd voordat hij weer speelbaar was, zeg maar. Okay. Allemaal dat soort... Het neemt zichzelf totaal niet serieus. En dat moet je ook maar net liggen, denk ik wel. Want het is heel erg van punk, fuck yeah. Yeah, okay. Schop, fuck the man of zo. Yeah. Seem to be holding your own. And ever since I crossed your path,
survival has gotten a lot more survivable. But don't get cocky. Stay moving and stay shooting. If you stand around, you're gonna die. And then I'm gonna die. And then I'm gonna put my ghostly foot up your ghostly... Die humor, die vond ik de ene keer, dacht ik van, dat is best wel goed gevonden. De andere keer dacht ik van... Ze maken bijvoorbeeld Fetch Quest belachelijk. Van, oh, ga daar naartoe. We verzamelen 3 van die dingen. En dan, mm-hmm. Maar dan moet je alsnog wel die Fetch Quest doen, weet je wel. Van, oh, okay. Is het niet stom hoe videogames Fetch Quest hebben? Hier, doe dit. Doe nu precies wat we stom vinden. Dat soort dingen. Dus ja. Dat is gewoon een beetje... Die humor, die moet je maar net liggen, denk ik. Oké. Okay. Maar wordt dit dan een game voor... Je zegt nu die humor moet je maar net liggen. Maar wordt dit dan niet een game voor iedereen? Nee, dat denk ik zeker niet. Nee... Helemaal binnen al die Xbox games. Het is allemaal grijs en shooters en race games. We hebben het over Forza en Halo al gehad. Ja. Dat zijn echt Xbox games. En dit is weer zo'n... Om de zoveel tijd is er één Xbox game met kleuren. Ja. En die doet het... Voor mijn gevoel doet hij het nooit zo lekker. Die hebben nooit hetzelfde impact als de andere. Ja, precies. Maar ik vind het ook... als je naar deze game kijkt, moet ik nou... Ik vind het moeilijk om mijn vinger erop te leggen... van waarom ik deze zou moeten gaan spelen. Zijn het de gekke wapens? Is het de over-de-top actie? Het verhaal is me nog steeds weinig over duidelijk... wat ik nou precies moet doen. Dat zal me voor de rest ook denk ik weinig gaan boeien. Het co-op gaan spelen met vrienden, dat lijkt me dan wel leuk. Om samen door die wereld heen te gaan gliden, schaatsen, whatever je ook kan doen. En vooral de over de top mayhem. Die chaos is heel erg leuk. Ja. Dat is ook van explosies die vormen dan letters. En weet je wel, het is allemaal het ziet er gaaf uit. Heel veel kleuren, heel veel rare wapens. Ja, het werkt wel gewoon allemaal goed. Maar dat is wel belangrijk. Dat gevoel, ik deel het gevoel met je. Ja, het is een beetje lastig. Om je vinger erop te leggen. Ja, van wat gaat dit precies zijn? En wil ik het maanden gaan spelen? Of ga ik dit een middag spelen en leg ik het daarna aan de kant en raak ik het nooit meer aan? Ja. Ik durf daar ook nog niet echt iets over te zeggen. Ik heb me wel goed vermaakt met die eerste paar uur. Dus de eerste paar uur hier, oké. Laten we het positief houden. Ik vind, het is zeker wel een leuke game. En die gasten van Insomniac, die weten wel hoe ze vage shit moeten doen. Okay. En dat ze nu ook echt een game hebben waarin dat gewoon, waarin dat helemaal onarmd wordt... Maar dat gewoon helemaal oké is. Dat is goed. Oké. Daar ben ik blij mee. Nou, of die game ons ook meer dan een paar uur kan blijven boeien... dat horen we binnenkort als we het recensie-exemplaar binnenkrijgen... Thijs die in zijn Xbox One propt en er een mooie recensie over gaat typen. Zo is dat. Ja, zo is dat. Hey, my name!